Super bedankt dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. We hebben net Verona weggebracht. Oh, nee, is een nieuwe pony. Oh, niet. Het leven gaat door. En ik heb nu les op Londen. Gehad van Daan. Dat ging eigenlijk best wel heel erg goed. In het begin dacht ik dat ze niet helemaal lekker liep of dat ze een soort uit elkaar gevallen was. Maar ze was gisteren behandeld door Amber en was ze zo dusdanig losgemaakt dat Blondie een soort blablablab deed, waardoor ik niet meer wist wat allemaal goed en fout was. Dus dat moest even door Daan verteld worden. We hebben nog alvast de dingen voor het LE geoefend voor morgen. Dingetjes die ik morgen in het loskrijgen kan gebruiken. We hebben inmiddels uitgevogeld hoe dat morgen allemaal moet met plaatsen en punten. En dat je zo min mogelijk punten moet hebben om door te gaan naar de finale en dat soort dingen. Nou ja, dat zijn allemaal zaken voor morgen. Wat ik vandaag nog ga doen. Stout. Ik ga vandaag Blondie nog wassen en wat extra elektrolyten geven van Vitastel, omdat ze heel veel gezweet heeft. En dan wat zout is kwijtgeraakt, want zweet is zout. Nou, ik heb ook geleerd bij biologie dat zweet op zichzelf eigenlijk helemaal niet stinkt. Maar dat komt door de viezigheid dat op je zit, dat het gaat stinken. En dat zweet eigenlijk koolstofdioxide is. We love biologie! Nou, ik ga maar Blondie wassen en dat soort dingen. We hebben de trailer ingeruimd en ik heb Blondie ook nog even verder gewassen. Want morgen heb ik wedstrijd in Portugal. Om 2:30 volgens mij. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat gaat. Nu gaan wij lekker naar huis toe. Eten, slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Het is vandaag. Welke dag is het vandaag? Nou, denk ik hoor. Dinsdag. Ik ben hier samen met de blonde pony. Oh, ook van jou. En ik begin nu de nadelen in te zien van maar één paard hebben. Want we hadden Blondie op de wei zetten, maar er is niemand voor naast. Dus daar kan je niet op het terrein. Vandaag waren volgens mij de beide dicht gegooid. We hebben gewoon de hele dag de camera's gezien. Ik zat natuurlijk wel gewoon op school. Ik ben maandag een dagje ziek thuis gebleven, want ik voel me echt niet lekker. Nu nog steeds niet, trouwens. Ik heb 2 keer een coronatest genomen, allebei negatief. Dus ik heb geen corona. Dus dat is wel fijn. Het is gewoon een griepje waarschijnlijk. Iedereen in mijn klas is wel een beetje aan het hoesten en zo. Ik ga Blondie in de molen zetten. Hou. Zo, dat hij mag naar voren als jij het zegt. Jij stapt op en zij doet meteen, ik ben er vandoor. Dat is stap 1. Daar begint het al. Oké, nog een keer. Kijk eens, ze hoeft niet aan de teugel weg, maar jij zit. Jij kan makkelijk, zij moet wel ontspannen staan. Zo ja. En dan moet je hier direct weer halt kunnen houden. Zo. En als ze staat, dan vloei je zelf ook de spanning af, hè? Zo ja, stap je weer weg. Ja, en dan kan je weer halt houden. Goed zo, daar. Dan hou je gewoon daar verbinding. Ja, druk je je kuit ietsje aan. Totdat ze daar weer die spieren ontspant. Ja, en dan ontspan je mee, hè? Dan laat je je teugel niet langer, maar dan sta je zeg maar toe dat ze die hals wil laten zakken. Ja, en hier hou je gewoon. Je bent niet sterk, maar je houdt wel je ringvinger een beetje aan. Je drukt daar met je kuit, totdat zij daar weer ontspant. Goed, daar. En ontspan mee, hè? Zo, ja. En dan stap je weg. Zo, ja. En iedere keer als je denkt in de stap ze dran door, ga je weer halt houden. Oh, ik vind het echt knap als jij dat kan met die trui. Ik weet niet waar ik het zoeken moet. Goed. Oké. Hier mag je iets met je linkerteugel die linkerschouder naar binnen zetten. Zo, daar. Zonder dat ze naar links gaat kijken. Zo, daar. Vanuit je schouders veer je mee.
Goed zo. Tussen je kuiten. Tussen je kuiten. Zo. Ja, doe je eerst weer een keer halt houden. Met je been. Ho, naar voren. Stap je naar voren en weer halt. Ja, en dan stap je echt naar voren om opnieuw halt te houden. Goed zo. Gewoon stappen en dan opnieuw halt houden. Met je been, met je kuit. En dan mag ze niet draaien, hè? Want als je voelt dat ze een beetje tegen je been gaat, stap je meteen door om weer opnieuw halt te houden. Zo, ja. Daar. Met been. Been! Zo. Zo. Want dan zit hij gewoon, is die extreem tegen je been. Want dan kan je duwen en dan gebeurt er eigenlijk niks. Zo. Dan gaat ze eigenlijk alleen maar meer zo. Weer halt. Met been. Dus hier al voelen. Is ze aan mijn been? Heb ik die reactie naar voren? Zo. Daar. Dit is heel goed. Duim bovenop houden. Zo, ja. En hier steeds kijken. Kun je die achterbenen naar voren rijden? Zonder dat je je rem kwijtraakt. Zonder dat je je rem kwijtraakt. Zo. En als je je rem hebt gevonden, dan mag niet je gaspedaal verdwenen zijn. Dat is eigenlijk het enige waar je je hele weg druk om hoeft te maken. Eigenlijk is het niet heel moeilijk. Zo, ja. Ja, om je rechterbeen. Daar, goed op je rechterhand letten. En weer voelen. Als mijn gaspedaal er is, werkt dan ook mijn rem. Zo, en ik zie dus aan jou, als één van de twee niet werkt, dan doe je of een keertje wat strenger remmen, of een keer wat explosiever naar voren rijden. Zo, ja. Goed zo. Zo, ja. En als je één van de twee weer gevonden hebt, moet de andere het ook nog doen. Goed, zo, dat is goed. Dat is goed. Ja, goed. En zelfs hierin moet je nu halt kunnen houden. Zo, ja. Dus zelfs al ga je nog zo voorwaarts, moet je gewoon zo stil kunnen staan. Zo, ja. Daar. Dit mag je ietsje opvangen. Dit ietsje opvangen, zonder dat het lui wordt. Zo, dit mag ietsje terug, zonder dat het lui wordt. Ja, ietsje om je rechterbeen heen drukken. Dus een beetje wijken op de volte. Maar niet zozeer omdat ik de volte groter wil, maar ik wil gewoon de buik wat meer naar buiten. En het liefst ook dat ze dat gewoon accepteert. Zo, ja. Weer ietsje opvangen, traag licht rijden. Traag licht rijden, zo. Maar jouw been zegt meteen, ben je er nog en ben je gebogen? Zo, ja. Ben je er nog? Op links mag je er dan ietsje na laten geven. Op links kijken of je ze ietsje ronder kan krijgen. Zo, zo ga je doorzitten, Tess. Ja, blijf rijden. Stuur anders de volte kleiner en wijk naar buiten. Stuur de volte kleiner en wijk naar buiten. Stuur de volte kleiner en wijk naar buiten. Zo, en nog steeds, jouw rem die werkt en jouw gas die werkt. Goed zo. En we moeten gewoon bij haar wel streng erop zijn. Want zij kan het er natuurlijk heel mooi uit laten zien, of jullie samen. Maar dan eigenlijk lukt het allemaal net niet. Want als je dan wil wijken, is die net niet thuis. Als je harder wil, is die net niet thuis. Als je langzamer wil, is die net niet thuis. Dus het ziet er heel leuk uit, maar jij voelt dat je er niks mee kent. Dat voel je gewoon. En dan, dat scheelt dan met jullie. Op wedstrijd kun je het dan altijd leuk uit laten zien. Dus maak er dan op wedstrijd even gebruik van. Dan gaan we hem thuis weer africhten. Snap ik, snap ik. En dat wordt uiteindelijk, daar word je dan uiteindelijk een betere ruiter van. Als je dus je op concours daar overheen kan zetten. En gewoon kan denken, ja, het is maar even zo. Kijk, als hij natuurlijk zo loopt, daar moet je wel even wat aan doen. Maar als je gewoon een beetje rond blijft en daarin ietsje strak, dat is dan maar even zo. Dan ga je toch gewoon, en dan rij je nog maar L1, hè? Dus dan kan dat gewoon. Er komt niet, ik weet bijna zeker, ook ik met bokken, rij niet in het L2 alsof het heel de weg vanzelf gaat. Daar moet je gewoon onderweg een beetje handig zijn. Want die paarden kunnen gewoon nog niet alles. Daar zijn ze nog niet aan toe. Goed zo, lekker stappen zo. Goed hoor. Hartstikke goed gedaan.